Ja, we zijn hier bij de vijver in Heemskerk. De pompen worden eruit gehaald. Is dat een bepaalde reden? Ja, het is puur voor het winteronderhoud. Dat als het gaat vriezen van de winter, dat er niks kapot kan vriezen. Plus, het moet natuurlijk ook een keer eventjes schoongemaakt worden. En dat doen we dan in de winter en dan meten we de pomp door en alles. En dan in het voorjaar, maart, april, gaan we hem terugplaatsen. De meeste gemeentes willen, het moet allemaal klaar zijn voor Koningsdag. Dan moet alles erin zitten. En dan krijgt hij zijn apenkaartje, heeft hij dan gehad? Zijn apenkaartje, dat heeft hij dan gehad. Plus het is ook nog, mocht het nog een keer voorkomen dat het schaatsweer is, dat als die fontein erin ligt en het zit net boven de waterlijn, dat je natuurlijk met je schaats erachter blijft hangen. Ja, dat zou niet fijn zijn als dat zou gebeuren, inderdaad. Wat zijn zo'n beetje de onderhoudswerkzaamheden waar jullie tegenaan lopen? Wat is slijtgevoelig? Nou, dat is eigenlijk het voornaamste, zijn de pompen gewoon. Dat die op een gegeven moment kapot gaan of door ouderdom of ernstige vervuiling. Dat die dan eigenlijk niet genoeg water aan kan trekken. En dat die daar kapot draait. Of mensen die aan het vissen zijn en die met een haakje in de kabel komen. Het is niet zo dat ze dan de hele pomp naar boven halen? Nee, dat niet. Dan valt er, want dit zijn allemaal drie fasepompen, dan valt er bijvoorbeeld één fase weg. En als een pomp op twee fases draait, dan is het ook snel klaar. Dan gaat het ook over natuurlijk. Hoe lang gaat zo'n pomp eigenlijk mee? Normaal gesproken moet die wel een 10 jaar meegaan. Normaal gesproken. Maar het is, op sommige plekken is het zo, zit er zoveel wier of vervuiling in het water. Dat die heel snel droog trekt. En dat vinden ze niet fijn, de pompen. Nee, hoe helderder het water is, hoe liever natuurlijk. Ja, klopt. Maar de fontein zelf houdt natuurlijk ook, die zorgt natuurlijk ook voor helder water. Dat er zuurstof in het water komt voor de vissen. En dat de bladeren en alles, dat het afgebroken wordt. Nou, helemaal top, dank u wel. Graag gedaan.